Ziekteverwekkende muggen en bacteriën meenemen naar een andere planeet. En hier, nucleaire formula. Een formule voor vervuilde kernenergie. En nog een lijst met tonnen supergiftig chemisch afval. Waarom? Maar ik heb het. Weet je nog, die Mrs. C had het over NDP. Dat ze de rijkste vrouw van het heelal wou zijn. Wel nu, ze gaat gewoon die rotzooi loslaten op Fredon 6. De bewoners van die planeet worden ziek en zij verkoopt haar medicijnen. Man, dat is gewoon de grootste bezwaar van alle tijden. We moeten haar tegenhouden. Maar hoe? Als we geland zijn, moeten we die vredeners, of hoe heten die wezens, waarschuwen voor Mrs. C. We laten u luisteren hoe de hulpbron tussen Mars en Jupiter wordt bekend op inslag. Probeer! De vaste klikken om verbindingen bij een mogelijke botsing te voorkomen. Jullie worden binnen een paar ogenblikken in een cryptoslaap gebracht. Tijdens deze slaap overbruggen we de 8,6 lichtjaar naar 206. Gevaarlijk uit. Ik waag het erop.
Hallo, wij komen van planeet Aarde. Wees niet bang, wij willen jullie geen kwaad doen. Maar wat staan die dan zo loze te dansen? Ze verstaan er geen zikke pit van wat je zegt. Geef me die papieren. Los ik wel op. Mijn nieuwste smart communicator, de No Ik ga eens kijken wat erin staat. De laatste Het zijn de papieren versie. Van een cargo. GPS. Wat zit er allemaal in deze shuttle? Intersex. Prachtig. Hier. Neem het erop. Word ik hier niet. Aanbevelend. Gaan nu uit het. De laatste nieuwe versie. En gedachtenlezer. Het zet de energie van je gedachten om de malaria weg. En dan probeer op het hier bij buitenaars. Dit daar niet? Dit daar is bacterie? Bacillus? Botulinus? Dat zijn een aantal levensgevaarlijke bacteriën. En hier, een ganse lijst met medicijnen. Tegen malaria en allerlei andere ziektes. Even die medicijnen kan ik begrijpen. Maar waarom zou iemand welkom ziekteverwekkende en bacteriën meenemen naar een andere planeet? Begrepen, en hier, jullie taal, perfect. Een formule voor verwachtingen. En nu willen we dansen zoals jij dat en gaat zijn. Wat is onze taal? Verschreven met dat taal. Geen afval. Waarom? Zeg nu eens, wie zijn jullie? En wat komen jullie doen op onze planeet? Dat ze de rijkste vrouw van het heelal zijn. Wel nu, ze gaat gewoon die rotzooi loslaten op Fredo 6. De bewoners van die planeet worden ziek en zij verkoopt haar medicijnen. Man, dat is gewoon de grootste misdaad van alle tijden. Maar niks. We moeten naar tegenhouden. Die hand geven we als teken van begroeting. En gebruiken het over hoe heten die wegen. Zeggen jullie goed aan? Waar? Voor Mrs. C. Hier. Op Fredon 6 schrijven we elkaars oorlandje en zeggen ook kili kili. Kili 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 kili. Oh nee! Kili kili kili. Kili kili kili. Kili kili kili. Blijf eruit te pakken aan en vastklikken! Kili kili. Ik, hallo, hoi. Kili kili. Ik heb nog nooit zo'n knap meisje gezien. Ik geloof dat je een concurrent bij haar, Piet. Ben ik niet bang van. Roos maakt geen kans. Die Mirasha valt voor jongens. Zeker weten. Wat een aura heeft die zeg. Toen ik haar hand vast had, voelde ik zo de energie in me binnendringen. Het leek alsof ik kon vliegen. Ik kan lopen en springen en huppelen en ronddraaien. En dansen! Kwaad, jaloezie, geweld, enkel vrede, vriendschap en geluk.
Ying en Yang, twee van onze belangrijkste wetenschappers, werkten aan een superexperiment. Dit mislukte en er volgde een hevige explosie. De twee wetenschappers overleefden als bij wonder het ongeluk en genezen. Hun DNA werd echter aangetast. Als enkeling vormde Yin en Yang geen enkel gevaar. Maar als ze in elkaars buurt kwamen, veranderden ze samen in één afschrikwekkend monster, de Yin-Yang. Dat wezen zaaide dood en vernieling. In paniek vluchtte ons volk naar 6 verschillende plaatsen op de planeet om zich daar te verschuilen. Zo werden we 1000 jaren van elkaar gescheiden. Langzaamaan ontstonden zo 6 verschillende volkeren. We ontwikkelden door de jaren heen elk onze eigen taal. We bleven echter in het geheim contact houden, zodat onze gemeenschappelijke taal behouden bleef. Op zekere dag kregen we bezoek vanuit het naburige Sirius B-stelsel, de Nomo, een hoog ontwikkeld volk op zoektocht naar de ideale samenleving. Landen met vredelievende bedoelingen op onze planeet. Samen met de Nomo slaagden we erin het Yin-Yang-monster te overmeesteren. Het werd opnieuw gescheiden in Yin en Yang. Beiden werden opgesloten in een afzonderlijke vulkaankrater, waar ze zich nu nog steeds in een cryptoslaap bevinden. Na enkele jaren verlieten de Nomo Fredon 6 om hun zoektocht verder te zetten. Ze lieten onze Ambiana, een draakgeest die ons moest beschermen tegen onheil. En tot nu toe leven de 6 volkeren nog steeds vreedzaam samen op Fredon 6. Thank you.
Hé, dan heb je Talai, Oshan en Morana, drie vrienden van het woestijnvolk. Ze lijken in paniek. Ik vraag hen wat er gebeurd is. Deze morgen zijn een aantal kinderen van het woestijnvolk ernstig ziek geraakt. Een paar uur geleden zijn vijf vreemden van een andere planeet langsgekomen en hebben water in flessen verkocht. Dat moet Mrs. C en haar bodyguards geweest zijn. Talai, in welke richting zijn ze gegaan? We hebben ze naar het windvolk gestuurd. Ze hebben een paar voorsprong, we kunnen ze nooit inhalen. Mirasha, laat de MIA vragen om ons te helpen. Hij vliegt ons bliksemsnel in het spoor van die vijf. De MIA? Is dat niet de draak die de gnoom op jullie planeet achterliet? Maar dat was toch duizenden jaren geleden? Klopt, maar de MIA is een geest. Een aura verbonden met het energieveld van het heelal. Dus leeft hij voor eeuwig verder. Net als de aura van iedereen. Ook die van jou. Je hoort het, hé. Je bent nog niet van me af. Ik leef voor altijd verder. Jij, met je leuke mopjes tot in de eeuwigheid. Leuk vooruitzicht. Kom, laten we de MIA oproepen. Je mag voor me zitten, ik ga je handen. Je bent de strijd aan het verliezen, kerel. Die Mirasha kan je op je buik schrijven.
Dit is het mooiste plekje dat ik ooit zag. Dit is mijn favoriete droomspot op Vleden 6. Ik wil jou en je vrienden nog eens bedanken voor al jullie hulp. Kili kili. Weet je, Mirasha, ik vind je echt heel bijzonder. Nog nooit ontmoette ik zo'n lief meisje als jij. Je bent zo mooi, van binnen en van buiten. Als ik in je buurt kom, krijg ik zo'n warm gevoel van binnen. Net of er vulkaanvlammetjes in mijn buik rondfladderen. Op aarde geef me een kus als we verliefd zijn. Wat doen jullie op Vredon? Onze aura's versmelten. Kom, ik toon het je. Ga zitten zoals ik en sluit je ogen. Natuurlijk, als ik zie hoe slim je nu voor de dag komt. Zeg eens, Mrs. C, was je in de lagere school ook al zo geniaal? Je had zeker tientallen vrienden. Thank you.
operatie was. En kijk nu toch, mijn schubben zijn uitgevallen. Ik kan toch zo niet meer buiten komen? Surya, kom met ons mee. De alziener kan je allicht genezen. Het moet, ik mag die aan denken zonder schubben.